ben Ben Altens. Ik voetbal hier bij de All-Stars van FC Groningen, Walking Football. Ja, we hebben een leuke groep van allerlei plumage, van allerlei afkomst. De leeftijd zit zowel tussen de 60 en de 75. Zolang als kan. Zolang als kan. Ik haal hier ontzettend veel plezier uit. Ik zit nu in mijn zevende jaar. Dit is mijn zevende jaar dat ik hier zit. Het gaat hartstikke leuk. Elke donderdagmiddag. Ik kijk er naar uit. Oh, ik heb mijn tas wel laten staan, toch? Ja hoor. Oké. Laag houden, hè? Koppen, dan moet je terugkomen. Zeg ik vangen, moet je hem vangen, ja? Oké, ja, ja. Vangen. Oh, ja, oké. Okay. Vangen. Koppen. Joep. Koppen. Ja! Nee. Oh. Dat is cognitieve training. Koppen. Ja! Ik moet andersom. Nog één keer, hè? Ja, ja, ja. Vangen. Ja! Staat hij in beeld? Ja, ik assisteer bij Kids United, het G-voetbal in Hoogkerk. Eén keer in de drie weken gaan we dan met z'n tweeën naartoe en dan assisteren we de trainers daar waar nodig. We zijn bij de Kids United met de training van de woensdagmiddag. Ja, dit is hartstikke leuk om te doen. Ja, als je ziet hoeveel plezier dat die kinderen hebben elke week, nou daar doe je het voor. We gaan zo voetballen, ja. Ja, we gaan zo voetballen, maar eerst even een beetje warming up, hè. Lekker gevoetbald? Ja. Goed zo. Wat ik eruit haal, ja, ook plezier. Net zoals die kinderen. Ja, ik heb er heel veel plezier in. Ja. Oké, loop door. Ja. En dan met de deurschap. Ja, nou goed, weet je, van de All-Stars. Wij worden ook geacht het voetbal naar buiten te brengen, het walking voetbal. En dan, wij hebben vaak contacten met amateurclubs. We gaan vaak demo-trainingen doen daar en brengen het walking voetbal in aandacht. Mijn connectie met FC Groningen is, ik ben seizoenkaarthouder. Al sinds jaar en dag, al sinds de oprichting van FC Groningen, ook al in de GVV-tijd. Ik was zo'n klein mannetje toen nam mijn vader me al mee naar het Oosterpark. Daar is het begonnen. Ik denk aan de Europa Cup wedstrijden, de thuiswedstrijden tegen Atletico Madrid, tegen Inter Milan. Ik ben ook nog naar de uitwedstrijd geweest. Die werd toen gespeeld in Zuid-Italië tegen Bari. Of in Bari was dat, tegen Inter Milan. Nou, dat was ook een belevenis op zich. En natuurlijk niet te vergeten de bekerfinale in 2015. Dat was wel het absolute hoogtepunt. Dat was echt grandioos. Nou, jullie zijn nu klaar met trainen. Wat gaan jullie nu doen? Douchen. En even lekker een drankje erbij doen. Ja, hartstikke belangrijk. De derde helft, de sociale contacten, die zijn toch wel heel belangrijk. Ja, dat is voor de meesten onder ons minstens zo belangrijk als het voetbal zelf.